Vernieuwingen hoeven niet per se te leiden tot verbetering van het onderwijs. Dit was een van de markante opmerkingen van parlementslid Reshma Mangre bij de afsluiting van het onderwijscongres op het hoofdkwartier van UNASAT. Tijdens het evenement was er een paneldiscussie en mocht het publiek feedback geven aan een wetenschappelijk team. Mangre zei dat er vanuit onderwijs een afstemming op vraag en aanbod van de markt moet zijn. Het afstemmen van ons onderwijs op de arbeidsmarkt. We merken heel vaak dat studenten afstuderen en dan vinden ze geen baan, geen werk. Het is zaak dat we gaan kijken wat is vraag en aanbod. Waar moeten we aan ons onderwijs gaan werken zodat het een aansluiting vormt op de arbeidsmarkt. Het tweede aspect. Het aanpassen van ons curriculum, en dan heb ik het over de 21-eeuwse vaardigheden, de 21-eeuwse skills. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het analytisch denken, het kritisch denken, besluiten kunnen nemen, maar ook ICT-vaardigheden. Het bevorderen van zelfwerkzaamheid. En last but not least heb ik het over meer betrokkenheid van actoren bij het uitvoeren van vernieuwingen. En het is al eerder hier gezegd, de leerkrachten zijn het kloppend hart van het onderwijs. Meer betrokkenheid van leerkrachten. Per slot van rekening zijn zij de uitvoerders, zijn zij de dragers van ons onderwijs. Dus het is meer dan nodig dat wij deze mensen gaan betrekken, dat we die leraren die plek geven die zij verdienen. Politicus Ivan Vernaald vond het belangrijk dat er eenduidigheid is over de grondslagen voor het Surinaams onderwijs. Hij stelt dat daarna gewerkt kan worden aan randvoorwaarden. Voor mij is het natuurlijk, en daar ben ik eens, kwaliteitsverbetering, zonder meer. En daaruit distilleren welke acties zijn daarvoor nodig. Want je doet geen onderwijsvernieuwing voor de show. Je doet onderwijsvernieuwing naar de verbetering. En ik ga even niet in op de definities. Het tweede is inclusiviteit. Mm-hmm. En dan neem ik één aspect eruit. En dan zeg ik, we moeten eigenlijk ongelijke kansen bieden. Mm-hmm. Om eerlijke kansen te geven mm-hmm. aan hen die het nodig hebben. Kansarme kinderen moeten meer kansen, niet evenveel kansen. En het derde, want ik heb geen tijd meer, dat is die kindvriendelijkheid, ik heb het hier ook gehoord, dat we uitdagen, dat we stimuleren. Ja, maar dat we ook kernwaarden geven. We willen excellente scholen hebben, maar we willen ook mensen hebben die weten hoe het hoort om met elkaar om te gaan. Vernaald heeft verder dat de Surinaamse onderwijsinstituten versterkt moeten worden. Dit is de enige manier waarop significante verbeteringen bereikt zullen worden in het onderwijs, stelt de politicus.